Hey, een nieuwe week, een nieuwe vlog. Vlog 72. Nou, we hebben weer van alles meegemaakt hoor. Ja, we zijn vertrokken van Vinke Angela. Het was even heerlijk om daar een paar dagen bij te komen. En toen zijn we vertrokken naar Sevilla. Naar de meest romantische camperplek die je voor kunt stellen. En in Sevilla zijn we naar het Koninklijk Paleis geweest. We hebben er heerlijk geluncht. Nou, en wat nog meer? Ja. Toen zijn we naar Caminito del Rey gegaan. Dat is kleine 2 uur rijden vanaf Sevilla, maar absoluut de moeite waard. Een pad door een kloof, dik 7 kilometer. Nieuw dit jaar is dat je er ook met de trein naartoe kan. En dat is wel een optie, vanaf Malaga of Sevilla. Kijk er maar eens naar. Wij hebben genoten. Nou, moet je nou eens even kijken waar wij staan. Tada! Deze plek hebben we al eerder bezocht. Het is een topplek. Nou, en dat is Boris. En hij komt ondertussen de auto aan. Dus veel kijkplezier. Geniet ervan. Hier wordt geoefend voor aanstaande paas. Tot de volgende keer. Heel graag tot de volgende keer. En je weet het, even een appje sturen of een belletje. Is er een plekje? En dan gaan we weer door met gezellig samen eten, kletsen en het fijn hebben hier. Goed zo. Tot dan. Hasta luego. Nog even dit hobbelweggetje af en dan hebben we weer een goede straat. Zo is het. Je riem zit hier vast. Oh, ja, dat moet ook nog. Maar ik ging zo zacht. Zo. Het barstier van de Nederlandse fietstoeren. Ja.
Waar ben jij? Ik ben in Sevilla. Ben jij terug in Sevilla? Ja, ik ben hartstikke terug in Sevilla. Mm. Nou, ja, daar hoort een proost bij, hè? Proost op Sevilla. Zo is dat. Sevilla is zo'n leuke stad. Daar kan je niet te vaak komen. Zo is dat. En we gaan eerst even lekker eten. Ja. En dan hebben we straks... nog een afspraak bij het Koninklijk Paleis. En gaan we daar even eten. Eerst maar eens even hier eten dan. Als je straks trek hebt, gaan we nog wel even naar de koning. Zo is het. Lekker hoor. Bijna een echte kroket. Je bent bijna thuis, schat. Oh. Nou, ga ik eens even smikkelen. Denk ik. Dat is een oud glas wat hierin zit. Heel dun. Waren we vorige week in de moskee van Casablanca met al wat mozaïek en tegelwerk. Hier in Sevilla zijn best wel wat overeenkomsten te vinden. Maar ja, hier waren de Arabieren natuurlijk ook. Hier vonden de officiële ontvangsten plaats. En het is in 2005 gerestaureerd. Jeetje, wat is dit mooi. En we zijn nu in de woonvertrekken van het paleis. En de ene ruimte is nog mooier dan de andere. Wat een mozaïek. Wow, oud snijwerk in de plafonds. Het is alleen steeds zo vol. Een beetje lastig film is om
de ruimte er echt mooi op te krijgen. Ja, wat is een paleis zonder tuin? Wij dachten dat we hier aan 2 uurtjes genoeg hadden, maar het gaat niet lukken. Maar ja, aan de andere kant is ook nog een tuin. In 1755 was die aardbeving, dat wisten we in Lissabon natuurlijk ook al, daar hebben ze hier ook last van gehad. En er was heel verwoest. En de originele waren gemaakt door Wilhelm Pannemaker. En Sebastiaan van den Borgt heeft na de aardbeving replica's gemaakt van de originele. Het is wel een beetje een... dwaalspoor hoor. Och man. Nou, goedemorgen. Loop je dan? In de regennacht of Spanje. Op de meest fantastische camperplaats die je kunt bedenken. Ik zal het laten zien. Nou, de camperaars in Spanje kennen het vast. De autohandel in Sevilla. Qua afstand is het echt een super plek. In 20 minuten lopen, 5 minuten fietsen ben je in de stad. Normaal gaat er ook een bus, maar er zijn allerlei festiviteiten gaande, dus de bus schijnt niet meer te komen even. Ja, dit is het. Maar goed, er is een douche, er is water, je kunt lozen, je kunt je vuil kwijt en je kunt je camper kwijt. Nou, dat is voor een nachtje om naar Sevilla te gaan helemaal niet verkeerd. Je staat achter een hek, dus ook nog veilig. Wij vinden het goed genoeg. We zijn vanmorgen uit Sevilla vertrokken. Een uurtje of 2 gereden. En nu zijn we op deze mooie plek. Hier dicht in de buurt is Caminito del Rey, het Koningspad. En die willen wij als het even kan morgen gaan lopen. Kijk eens even hoe mooi het hier is. Wat een beauty. Eerst maar eens even een rondje om. Nou, rondje om de heuvel. En dan staat daar de camper. Ja. Mooie plek hoor. Richting Caminito del Rey. En dan moet je door een tunnel. En die wandeltocht is natuurlijk niet vervelend, hè, want je loopt door dit gebied. Nou, dit is een plaatje. Het is een plaatje.
Het zijn misschien wat wiebelige beelden, maar ik heb de camera niet in mij in de hand. En weer gaat het voetpad door een tunneltje. Grappig hoor. Ja, 10 minuten bus. 1,5 kilometer lopen. Ja, en dan moet je er zijn, zeggen ze. Daar gaan we. We gaan even mijn werk in. Ja. Denk ik. Het oude pad, wat hier dus voor een deel nog onderloopt, was een van de gevaarlijkste paden van de wereld. Maar alles ging hier overheen hoor. Kinderen, ezels, mannen die hier in de kloof werkten. Totdat ze hem gesloten hebben en dit nieuwe pad hebben aangelegd. Het was gewoon te gevaarlijk. Kijk nou toch eens even. Bij die rood-wit vlag in het midden, dat is de helikopterlandingsplaats. En daar staat ook nog een huisje naast. Dit is de spoorlijn die vroeg voor het goud gebruikt werd. En nu is het alleen nog de verbinding tussen Sevilla en Malaga. Maar dan heb je wel een hele mooie rit. Ja? Nou, we komen nu het meest spectaculaire deel van de kloof. Dat is 900 meter lang. We gaan het zien. Er ligt wel een hoop nieuw hout klaar. Dat geeft te denken. Het is wel fijn dat je niet over het glas hoeft. Nou, en daar komt het tweede spannende onderdeel van deze wandeling, de hangbrug. Durf je over de hangbrug? Ja hoor. Ja? Gaan we het doen? Tuurlijk gaan we het doen. meter. En hij wiebelt. Hallo. En hier houdt de kloof op. En daar het eind van de kloof. Komen we net uit. Hier nog over al die trappetjes en vlonders. Op weg naar de bus. Bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie onze eerste week in Spanje net zo leuk vonden als onze week in Marokko. Laat het horen. En je weet het hè, vond je het echt leuk? Duimpje wordt gewaardeerd. Abonneren kan natuurlijk altijd, kost helemaal niks.
op het belletje drukken, krijg je bericht voor een nieuw filmpje. En we zijn weer blij om, er zijn weer nieuwe abonnees bijgekomen. Het aantal groeit gestaag. Wij zijn echt super trots dat jullie abonnees zijn bij ons. Bedankt daarvoor en tot volgende week.